Het RTV Arnhem Jaaroverzicht. Welkom bij het RTV Arnhem Jaaroverzicht 2018, waarin we terugblikken op de maand maart en april. Waarin we onder andere zagen dat Mark Rutte Arnhem bezocht, Gerrit Breman afscheid nam en het kinderrechtenkantoor is geopend in Arnhem. Afgelopen week vonden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. In Arnhem werd GroenLinks de grootste, terwijl partijen als de PVV en DENK ook een intrede doen in de Arnhemse gemeenteraad. Lokaal werd Arnhem Centraal de grootste. Wij gaan de Arnhemmers vragen wat zij belangrijk vinden om te veranderen. Wat vind je eigenlijk van de uitslag? Ik ben er wel blij mee. Wat zou je nou als eerste veranderd zien willen worden in Arnhem? Oeh, dat vind ik een hele lastige vraag. Van mij mag het allemaal wat groener, minder auto's in de binnenstad. Kijk, dat parkeren goedkoper wordt zou natuurlijk heel leuk zijn, maar het is veel beter als ze gewoon verdwijnen uit de binnenstad. In ieder geval een heel eind verdwijnen. Dus dat mag wat mij betreft ook goed aangepakt worden. Aangezien Arnhem en Nijmegen volgens mij de steden zijn met een van de, zeg maar, de hoogste cijfers qua slechte luchtkwaliteit. Denk ik van nou, volgens mij moet Arnhem daarmee aan de bak. PVV, geweldig. Goed. Denk, vind ik ook goed. Al die splinter maakt, komt allemaal weer bij elkaar. Daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, staat ook nog wel weer, vond ik, want we waren na lange tijd, dat er wel veel leegstand is, toch? Dus ja. Ja, dus eigenlijk wat u zou willen meegeven is van doe wat aan de leegstand in Arnhem. Ja, zeker. Wat zou u ze dan in ieder geval mee willen geven om als eerste te gaan veranderen in Arnhem? Nou, eerst in Arnhem de winkels en de bereikbaarheid. Ja, normaal hè. Ik denk dat het voor de stad, eigenlijk de landelijke politiek heeft weer gewonnen. En de lokale, ja, iets minder weer. Ja, en wat vindt u dat als eerste moet veranderen in Arnhem? Ja, weet niet. Heb ik ook eigenlijk een mening over. U bent eigenlijk wel een tevreden inwoner dus? Ja, heel tevreden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik vind het opvallend dat GroenLinks zo erg gestegen is boven de rest. Ik had het wel een beetje zien aankomen. Ik hoor veel mensen omheen dat ze op GroenLinks stemden. Dus dus ze doen het hartstikke goed. Dus ja. Nou meneer, ja. Daar heb ik me eigenlijk, want ik heb een oud lijf en dan moet je daar aan denken. Dus ik heb niet zo aan Arnhem zelf gedacht. Maar ik wens Arnhem het beste en dat ze het maar goed doen. Tja, dat is een goede vraag. Dat zou ik zo niet weten. Daar zijn volgens mij wel genoeg mensen voor. Jij geeft eigenlijk volledig het vertrouwen aan de mensen die daarvoor gekozen zijn. Ja, want als kiezer heb je dat recht om te kiezen. En dat vind ik ook wel, als je dan gaat kiezen voor de juiste personen, dan heb je die keuze ook gemaakt. Dan niet achteraf nog gaan zeggen van hey, dit en dit had ik dan nog willen veranderen. Dat is mijn mening. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee wordt informateur. Hij treft voorbereidingen om een college te vormen in Arnhem. Hij onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking van de Arnhemse politieke partijen. Dit moet op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gebeuren vorige week. Eerder reageerden verschillende politieke partijen al op de uitslag. Welkom aan alle aanwezigen bij deze openbare zitting. Het opkomstpercentage was in vergelijking tot 2014 hoger. GroenLinks 7 zetels. De VVD 6 zetels. Yes! Yes! D66 5 zetels. Partij van de Arbeid 4 zetels. SP 3 zetels. Arnhem Centraal 3 zetels. CDA 2 zetels. ChristenUnie 2 zetels. DENK Verenigd Arnhem 2 zetels. Partij voor de Dieren 2 zetels. PVV 2 zetels. Arnhems Ouderenpartij 1 zetel. Gefeliciteerd, definitief 7 zetels. Ja, ik ben heel erg blij. Ik merk nu ook dat ik toch alles een beetje onder voorbehoud tot me heb genomen. Nu is het echt definitief. Ik zat daar net ook met een aantal, dus nu straks raadsleden voor GroenLinks in de bankjes. En ja, dat voelt echt heel erg goed. Moet ik dan zo zien dat je met de partijen in gesprek gaat om te kijken van op welke manier gaan wij de formatie doen? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, wij gaan vanmiddag gaan we thee drinken en dan hoor ik graag wat zij ervan vinden. Het is natuurlijk ook goed om even met elkaar te hebben over de uitslag. Die is nogal anders dan de afgelopen 4 jaar.
Dus ik ben heel erg benieuwd hoe zij daar tegenaan kijken. Leendert, als allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, het is echt een bizarre ochtend. Op 6 stemmen na hebben we zeg maar die extra zetel nu. We waren natuurlijk al heel tevreden afgelopen, wanneer was het? Gisteravond volgens mij. Nee, eergisteravond, ik ben het al even kwijt. Maar nu, ja, er is een tweede zetel erbij. Is echt ongelooflijk mooi. Ga je straks mede met de onderhandeling of wacht je nog eventjes af wat GroenLinks gaat doen? Ja, natuurlijk. Dus, ze hebben twee zetels gewonnen, maar is gewoon één partij de grootste en dat is GroenLinks. Dus Katelijn de Bouwkamp die neemt het voortouw. Zo doen we dat altijd in Arnhem. Dus wij gaan net als alle andere partijen afwachten wat Katelijn de Bouwkamp gaat doen en wat zij voorstelt. Gerrit Breeman neemt afscheid van Volkshuisvesting. Zaterdag is zijn laatste dag als topman van de woningstichting. Hij kijkt terug op 17 jaar rijlen en zeilen bij de woningcorporatie. En nu gaat u afscheid nemen. Waarom eigenlijk? Ja, ik vind het tijd voor wat anders. Dat heb ik een tijd geleden aangekondigd. Ik wil ook nog wat andere dingen doen dan op andere plekken werken. Ik begin aanstaande dinsdag in Gorinchem, waar ik interim bestuurder word voor 3 dagen in de week voor een periode van 1,5 jaar. En dat is dan toch echt anders dan meerjarig op dezelfde plek. Arnhem wil graag sportstad zijn. Een bijzondere sport is goed vertegenwoordigd, puzzelen. Een groep van 4 Arnhemmers neemt zelfs deel aan het Nederlands kampioenschap. Met z'n vieren moeten ze dan zo snel mogelijk een puzzel leggen. Mevrouw Verbree, jij doet mee aan het NK legpuzzelen. Het begon als een grap en jij dacht, ik doe eens gek. Inderdaad. Ja, ik en met nog een aantal andere mensen dacht ik, ik doe eens gek, inderdaad. En toen werd het een heel serieuze sport. Inderdaad. Nu zijn we al een tijdje heel fanatiek aan het puzzelen. En waar doen jullie dat? Thuis. Gewoon thuis, aan de keukentafel. Terre des Hommes opent een nieuwe winkel in Arnhem. Onze collega Stefan Koten ging erheen. De Terre des Hommes winkel was altijd in Presikhaven te vinden, maar jullie zijn verhuisd. Waar zitten jullie nu? We zitten nu aan de Hommelseweg 6163 in Sint Maarten. En wanneer gaan jullie open? We gaan morgen, woensdag 14 maart, om 12 uur open. En de burgemeester Marcoes die komt officieel openen. Kun je eens uitleggen wat Terre des Hommes nou precies doet? Terre des Hommes richt zich op kinderarbeid en kindermisbruik. En dat doen ze eigenlijk in de continenten Afrika en Azië. En eigenlijk zorgt Terre des Hommes ervoor dat die kinderen uit die situaties komen. En dat ze weer naar school kunnen, zodat ze ook straks een wat beter leven hebben dan dat ze nu hebben, soms op de vuilnisbelt. Weet u ook wat er met het geld gebeurt, wat jullie bijvoorbeeld in de winkel ophalen? Wij kiezen zelf een project als bestuur en vrijwilligers per jaar. En wij verbinden ons voor een bepaald bedrag om dat direct af te storten naar de projecten. Dus eigenlijk het geld wat wij hier genereren met elkaar gaat direct naar de projecten. Dat is eigenlijk ook wat waarom iedereen eigenlijk zo hard werkt. Omdat er eigenlijk niets achterblijft. Je weet gewoon waarvoor je het doet. En we krijgen ook van de projecten beelden van hoe kinderen naar school gaan. Hoe mensen weer een betere levensonderhoud kunnen genereren. En dat maakt het allemaal, die lijnen wat korter en wat duidelijk. Hoe komen jullie dan aan jullie eigen goederen? Wij hebben natuurlijk allemaal ons netwerk waarin we bekendheid geven aan Terre des Hommes. En waarin we ook mensen zeggen van nou, heb je nog wat spullen liggen die je kwijt wil, dan kan je het daar naartoe brengen. En verder toch mond-tot-mond reclame. Wat voor soort goederen verkopen jullie allemaal? We hebben verschillende afdelingen. En dat zijn kleding, dames en heren kinderkleding. We hebben kinderspeelgoed. Daarnaast hebben we huishoudelijke artikelen. Boeken, niet te vergeten. En dan nog bijzondere objecten. Dat zijn dus wat kostbare objecten. En die staan ook in de vitrinekast die gesloten is. En brik en brak. En dat zijn dan spulletjes die je huis opsieren. En ook een zeer gewild artikel. Het 225-jarig bestaan van de Gele Rijders werd woensdag op een bijzondere manier gevierd. Om 2 uur 's middags loste burgemeester Marcoes het startschot. Daarna volgde er een feestelijke optocht door de Arnhemse binnenstad. Op de markt vond er een static show plaats en nam de burgemeester het defilé af. Naast de Gele Rijders zelf namen veteranen, historische voertuigen en moderne voertuigen deel aan de optocht van het Gele Rijdersplein via de Beekstraat, de Koningsstraat naar de markt. Hoe is het hier om in de stad van de Gele Rijders dit te vieren?
Nou, in ieder geval goed natuurlijk, want we hebben natuurlijk een binding met de stad Arnhem vanuit het verleden. Vroeger waren wij gelegerd in de Willemskazerne in de stad Arnhem. Later zijn we nog vanaf 1991 tot aan 1999 op de Saxe-Weimar hier in Arnhem gelegerd geweest. Ja, en niet voor niks hebben we het Gele Raadersplein, waar ons standbeeld staat. En dan is het goed om eens een keer weer op de oude bakenmat even terug te komen van eigenlijk van de stad Arnhem. En hier zie je verschillende generaties gele rijders hier bij elkaar, ook veteranen. Waar hebben de gele rijders allemaal gediend? Nou ja, de gele rijders zijn onder andere in de tijd bij de 11e afdeling zijn uitgezonden geweest naar Kosovo. Ze zijn in Joegoslavië, voormalig Joegoslavië. We zijn in Irak geweest, we zijn in Afghanistan geweest en we hebben een aantal eenheden hebben we dus daadwerkelijk ook ingezet in diverse landen. Hoe is het om hier aanwezig te zijn bij het 225-jarig bestaan van uw korps, de Gele Rijders? Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat we dat mee mogen maken. En het is ook het is een goede traditie. We hebben het vaker gedaan, maar het blijft mooi om de band met de stad Arnhem in goede herinnering te houden. Dus wij... Wat is nou typisch aan het korps Gele Rijders? Typisch is dat het al heel lang bestaat. Dat, dat het korps Rijdende Artillerie veel aan tradities doet. En dat het ook een band schept met iedereen die vroeger bij het korps gediend heeft. Hoe vindt u het om al die generaties hier bij elkaar te zien? En ook al die oude veteranen van verschillende missies? Ja, dat is natuurlijk heel mooi, want het was ook de bedoeling. Dus in die zin verbaast het mij niet. Haagse kopstukken zijn afgelopen weekend naar Arnhem gekomen om de lokale kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen te ondersteunen. Van de PvdA kwam oud-staatssecretaris Sharon Dijksma, van Denk verscheen Kamerlid Farid Azarkan en ook Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren liet zich zien in Arnhem. Maar wij gingen naar de meest prominente bezoeker aan de stad, minister-president Mark Rutte. Hoe is het hier in Arnhem? Ja, heel goed. Leuk om hier te zijn. Ik ben mijn partijgenoten aan het steunen voor de campagne voor de gemeenteraad volgende week woensdag. Want ik hoop natuurlijk dat de VVD hier weer mag meebesturen. Ja, dat is 4 jaar geleden is dat wel geweest. Hè? Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat ze wel mee gaan besturen? Ja, wat je merkt als je met de Arnhemmers praat is dat de VVD goed in de markt ligt. Dus ik heb goede hoop dat we wat groei gaan doormaken. Want dat mensen denk ik herkennen wat wij belangrijk vinden. Dat er echt dingen gebeuren in de stad. Dat we zorgen voor genoeg banen. Dat het financieel goed blijft gaan wordt. Hoe gaat u dat eventueel in Den Haag sturen? Nou, het staat in het regeerakkoord. In het regeerakkoord hebben we gezegd, gemeenten kunnen milieuzones instellen. Laten we er nou voor zorgen dat we dat een beetje op dezelfde manier doen. Met één type bord, met één type aanpak. En het risico nu is dat allerlei steden dingen gaan doen. Arnhem wil helemaal voorop gaan lopen. Nou, op zich is het altijd prachtig, maar ik vind dit niet verstandig. Want dit gaat ten koste van je economie, gaat ten koste van banen. En een plan van de VVD heel praktisch om te zeggen, de bevoorrading van winkels, doe dat nou aan de randen van de binnenstad en laat dan met elektrische auto's de spullen afgeleverd worden. Dat is een heel praktisch voorstel, wat direct zorgt voor schonere lucht, wat niet de economie schaadt en waardoor die stad ook leefbaar blijft. Hè. Dus ja, schoon, heel belangrijk, maar wel op een slimme manier. Het Airborne Museum hierachter heeft een nieuwe bijzondere collectie. Het gaat om Victoria Crosses en ik ga in gesprek met directrice Sarah Heijsen om te kijken wat deze voor betekenis hebben en waar ze vandaan komen. We staan hier voor een nieuwe collectie, die is gisteren al gearriveerd. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, we staan hier voor een vitrine met 5 medal sets, waar ook 5 Victoria Crosses worden gepresenteerd. En de Victoria Cross is de hoogste Britse onderscheiding die kan worden toegekend en is zeer zeldzaam en uniek. En die mogen wij nu tijdelijk presenteren. Het is uniek dat ze nu samen zijn gebracht. Waar komen ze eigenlijk precies vandaan dan? Het Victoria Cross, misschien goed om even uit te leggen wat het is, is een medaille die vanaf het midden van de 19e eeuw is ontstaan. Ingesteld door Queen Victoria en wordt toegekend voor de meest heldhaftige actie en extreme moed van een soldaat. Nou, er zijn er in totaal 1300 sinds het midden van de 19e eeuw uitgegeven. En na de Tweede Wereldoorlog waren dat er slechts 15. Dus het Victoria Cross heeft een zeer zeldzame en unieke status, haast mythisch
zou je het kunnen noemen. Ze zijn ook zeer waardevol. En naar aanleiding van de Slag om Arnhem zijn er 5 toegekend. En die 5, waarvan 1 bij leven aan Kane en 4 postuum, die wilden wij heel graag bijeenbrengen. Omdat het eigenlijk voor de eerste keer in de geschiedenis is dat dat is gebeurd. Omdat in Engeland heb je zogenaamde regiment musea. Dus die vertellen alleen het verhaal van hun eigen regiment. En het samenbrengen zou daar eigenlijk niet mogelijk zijn. Dus daarom wilden wij dat graag doen. Nathalie Simons opende onlangs een kinderrechtkantoor. Onze verslaggever Pieter Pluijgers sprak haar over het kinderrechtkantoor en vroeg wat het kinderrechtkantoor eigenlijk is. Het kinderrechtkantoor is het eerste advocatenkantoor in Nederland alleen en uitsluitend voor kinderen. Dus we hebben alleen maar kinderen als cliënten. Waarom bent u het begonnen? Ik vond dat het tijd werd, en met mij nog vele anderen, dat kinderen echt een eigen plek krijgen, echt zowel fysiek als alle aandacht uitgaat uitsluitend naar de kinderen. En dus niet een combinatie met volwassenen en met kinderen samen in een kantoor. Hoe werkt het? Nou, er is een website, er is heel veel contact met hulpverlening, rechtbanken, Raad voor de Kinderbescherming. Kinderen kunnen zich aanmelden via de telefoon, via de WhatsApp, via de mail. En ze kunnen met al hun problemen heel breed georiënteerd kunnen ze bij ons terecht. Maar kunnen kinderen ook alleen die in een isolement zitten bij u komen? Jazeker. Het is de bedoeling dat als kinderen bij ons komen, dat ze ook alleen hier de gesprekken hebben. Ze worden soms wel gebracht door een ouder, maar die blijft wat mij betreft buiten beeld. En zeker kinderen die ook, zoals jij het noemt, in een isolement zitten, alleen zijn. Zeker, daar zijn we ook voor. Wat voor situaties komt u allemaal tegen? Dat is ook heel breed eigenlijk wat volwassenen hebben, maar dan in het kinderland. Maar bij kinderen zit je natuurlijk ook te denken aan uit huis geplaatste kinderen, onder toezicht gestelde kinderen, kinderen met problematiek na een scheiding, kinderen die in aanraking komen met het strafrecht, nalatenschapskwesties waar kinderen bij betrokken zijn, kinderen die op zoek zijn naar hun biologische vader of van plek willen veranderen, ergens wonen en daar niet fijn hebben. Maar ook zwaardere zaken, kinderen die geslagen worden. Kinderen die ongelukkig zijn, ja, dat hoort er allemaal bij. Hoe verwerft u inkomsten hieruit? Hoe financiert u dit? Ik krijg voor de kinderen via de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging. Dat geldt ook voor volwassenen. Als ze onvoldoende inkomsten hebben, dan wordt dat vanuit Nederland gefinancierd, vanuit de Nederlandse staat. En ik heb daarnaast ook nog een andere baan waar ik ook geld mee verdien. Dus het komt helemaal goed met mij. Is dit heel erg opgeknapt en daar zijn we zeker heel erg blij mee. Ja. De gemeente Arnhem is met de Jansbeek al begonnen met het opknappen van de binnenstad. Zelfs de elektriciteitshuisjes worden nu opgeknapt. RTV Arnhem is voor u de straat op gegaan met de vraag: voelt u al de spanning van de nieuwe elektriciteitshuisjes? Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om de ontwerper te vragen wat hij van zijn eigen ontwerp vindt. Maar hoe is het nou om het ontwerp ook daadwerkelijk in de straat te zien? Ja, dat is wel een spectaculair ding geworden, ja. Hij is eigenlijk nooit ontworpen om zo groot af te beelden. We hebben hem ooit gemaakt voor een rapport voor de economische zaken van de gemeente Arnhem. Dat is eind vorig jaar verschenen en daarin wilden ze graag laten zien wat de context is van alle gebouwen in Arnhem, de economische activiteit, maar ook hogescholen, wat gebeurt er op het gebied van educatie. Klarendal, Modekwartier moesten natuurlijk op, Bijnerswijk, Arnhem-Zuid, Ora-gebouw. Nou, heel veel van dat soort dingen die economisch belangrijk zijn voor de stad. Wat vind je er zo mooi aan? Hij is mooi beschilderd en er hangen niet meer van die lelijke posters op. Deze is bestikkerd. Ik vind deze niet zo, moet ik zeggen. Maar wat vindt u ervan dat ze gewoon aangepakt zijn nu? Dat wel. Dat vind ik wel een beter beeld als toen ze helemaal grijs waren. Dat vind ik jammer. Ik hou wel van de ouderwetse. Als ondernemer is het natuurlijk al opgevallen, de transformatorhuisjes worden opgepakt. Wat vindt u daarvan? Ja, gelukkig. Gelukkig? Ja, ik was aanvankelijk niet zo heel erg blij met de peperbus, zoals die ook wel genoemd wordt, geloof ik. Maar goed, ze schijnen noodzakelijk te zijn. En de Gravity stond er al vlot op, wat wij al verwachten. Ik denk dat die dingen er nu een jaar of anderhalf staan, iets in die richting. En ik zag vorige week dat ze beplakt werden, of begin deze week zelfs. En hopelijk voorkomt dat verder Gravity gebruiken. Dan blijft het nu een stabiel beeld in de straat. Ja, ik vind hem wel mooi. Ja, het is wel fleurig. Het is wel mooi geworden, een beetje wat leuker. Ja, fleuriger inderdaad, kleurrijker. Goed voor de stad. Ja. Valt de stad meer op, dat is mooi. En mogen er in de binnenstad meer van dit soort dingen gedaan worden om het wat op te knappen? Ja, dat maakt tenminste wel wat aantrekkelijker, vind ik. Ja, natuurlijk. Ja. Zoals bijvoorbeeld die huizen of zo. Overal waar een beetje wat de auto vies uitziet. Wat opfleuren, ja.
Het is feest tijdens de openingsweek van Stadscompagnie Arnhem. De deuren staan wijd open en alle repetities zijn openbaar, zodat iedereen mee kan zingen. Op de vrijdag wordt de week afgesloten met een multigeneratiezingfeestje. Iedereen is deze middag welkom. Het nieuwe pand van de Stadscompagnie wordt geopend hier vandaag. Wat is de Stadscompagnie? De Stadscompagnie is een zangkoor, een groep mensen die op verschillende dagdelen zingen. Je hebt keuze uit verschillende dagdelen. Elkaar op die manier ontmoeten, blij worden van zingen, elkaar blij maken en de stad blij maken door optredens. Wat is het bijzondere aan de Stadscompagnie? Dat iedereen welkom is. Het is overdag, dus dat betekent dat je hele andere publiek trekt dan gewone koren, deelnemers. We werken met verschillende docenten, niet met een dirigent. Dus je krijgt ook echt zangles. En dat is ook goed voor mensen die overdag nergens anders terecht kunnen of om medische reden hier meedoen. Goed voor de ademhaling, goed voor pijnverlichting. Iedere docent heeft eigen repertoire, dus zo krijgen we ook van alles wat mee. En daarom is het ook voor iedereen, het is wel naar iedereen's smaak. En dit gebouw is fantastisch, want dat is ook toegankelijk voor een rolstoel. We hebben een MIVA-toilet, gladde vloer, voor mensen met ademhalingsproblemen. Dus het is echt ingericht op van jong tot oud, armrijk, met of zonder beperking. En dat komt hier als één grote familie bij elkaar. Het Korenkwartier krijgt per 3 april een gebiedsconcierge en gastheer in de persoon van Bob Kuijer. Kuijer is geboren en getogen in Arnhem. Hij zal gastheer zijn voor de bezoekers van het Korenkwartier, melding maken van graffiti en verdwaalde vuilnis. De concierge blijft 6 maanden aan om het Korenkwartier beter te laten functioneren. De 51-jarige Kuijer wil de ondernemers verbinden en een betere communicatie realiseren. Ondernemers zorgen voor een financiële bijdrage. Dit project is een idee van Raymond Driessen van Smartvertising die zich inzet voor het Korenkwartier. Wij spraken met Kuijer en Driessen. Het idee is heel kort ontstaan een aantal maanden geleden. We zijn al heel lang bezig in het gebied om te kijken van hoe kunnen we het gebied een positief imago geven. Daarin zagen we best wel wat ordeverstoring en qua netheid wat mankementen in het gebied. Dus veel vuil die op straat ligt, fietsen die verkeerd geparkeerd staan. Maar ook de dagfunctie bijvoorbeeld die we terug willen hebben. Denk aan terrassen die niet op tijd uit worden gezet, dat soort zaken. Daar hebben wij eigenlijk een functie bij bedacht, een gebiedsconcierge. Dat is eigenlijk een klusjesman, zoals je die wel eens op scholen ziet. Maar nu eigenlijk in de vorm van een gebiedsconcierge. Dus niet alleen de Korenmarkt, maar ook het hele gebied daaromheen. U bent gastheer en eigenlijk klusjesman, een beetje van alles in één. Ja, dat is correct. Ik word een verlengstuk van de ondernemers en inderdaad voer ik daarbij hand- en spandiensten uit en diverse klussen die eventueel noodzakelijk zijn. Hoe goed kent u de Korenmarkt en het Korenkwartier? Ja, goed, ik ben een geboren Arnhemmer, dus ik ken het heel erg goed, het Korenkwartier. Zeker, ja. Kent u ook de horecaondernemers goed van Grand Cafés, kroegen en discotheken? Sommigen zijn mij bekend en anderen heb ik leren kennen. Wat houdt uw werk precies in? Nou ja, zoals ik al zei, ik word een stukje verlengstuk van de ondernemers. Dus ik ga misstanden aan de kaak stellen met betrekking tot kapotte dingen, kapotte verlichting, graffiti. Maar dan ook zwerfvuil en dergelijke. En dat ga ik allemaal opruimen, hands-on mentaliteit. En ik ga me 's middags bezighouden met het gastheerschap. Het ontvangen van de bezoekers die hier komen vertoeven. Café de Kroeg viert dit jaar voor het laatst Koningsdag. Eigenaar Rob de Kamp legt uit hoe het is om te stoppen met het café. Nou ja, ik werk er 13 jaar, dus het is natuurlijk wel een soort van 1/3 van mijn leven die dan daarin opgegaan is. En ik denk, we zijn nu heel druk met de afronding en met alles bezig. Dus ik denk dat het allemaal na die tijd wel zeg maar, een soort van in gaat dalen. En dan zullen we merken wat, wat voor gat er overblijft. Maar ja, het is natuurlijk wel apart. Je bent daar zo lang mee bezig en zo intensief mee bezig, dus het is wel echt een ding. Maar ja, nogmaals, ik denk dat het later wel gaat bezinken en zo. En dan, we gaan nieuwe dingen doen en zo is het leven en dat hoort er gewoon bij, denk ik dan. Hè? Dus. Nu is de kroeg ontstaan in de Zwanenstraat in Arnhem, vlakbij het eiland, verhuisd naar de Nieuwstraat. Jij bent nu al heel wat jaren eigenaar. Ja, er gaat echt iets verloren als de kroeg haar deuren moet sluiten. Word je nog gefaciliteerd door de gemeente? Kun je ergens anders opnieuw beginnen?
Nou ja, we hebben wel een soort van intentie om naar te kijken met de gemeente zelf naar andere locaties, omdat we natuurlijk hier weg moeten. En ja, daar zijn we in principe, ben ik met nog verschillende locaties bezig. En ik ga het even rustig aan doen als we nou klaar zijn, om dan ook even goed te bepalen waar en met wie en hoe we dat gaan doen. En in principe september, oktober zal er iets anders herrijzen. Of het dan precies de kroeg heet, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar er zullen wel facetten van de kroeg in gaan zitten. En je zult wel merken dat daar de historie van de kroeg zal wel verder gaan. Alleen op een andere wijze. Drie jonge natuurbeschermers uit verschillende landen hebben de zogeheten Future for Nature Awards ontvangen in Burgers' Zoo. Zij kregen deze prijs uit handen van het Friese supermodel Doutzen Kroes. En ook voor haar was het een bijzondere dag. Doutzen, je hebt vandaag drie awards aan drie jonge natuurbeschermers. Hoe was dat? Dat was een enorme eer om hier te zijn, om zulke jonge, enthousiaste mensen te zien die eigenlijk al het werk doen. En wat ik zo'n mooie combinatie vind, is dat zij in de bossen leven, daar echt op de plek zijn en daar het werk doen. En dat is voor mij enorm inspirerend, maar dat ik hier kan zijn om het, ja, mensen te laten weten. En ook mijn campagne is heel erg om de awareness, om de bewustzijn te creëren dat dit gebeurt. Dat er nog steeds olifantpoaching is, dat er nog steeds olifanten dood worden gemaakt. En dat er een enorme crisis is. En dat wist ik zelf ook niet. En ik vind het belangrijk en ik vind het een enorme eer dat ik hier mag zijn en deze mensen kan ontmoeten. En op die manier ook mijn steentje kan bijdragen. Feestelijke dag vandaag in Burgers' Zoo. Hele bijzondere dag. We hadden vandaag de uitreiking van de Future for Nature Awards. Dat was voor de 11e keer. En ook dit jaar hadden we weer drie hele bijzondere winnaars. Eén persoon, Adam Miller uit Indonesië, die daar de illegale vogelhandel tegengaat. Geraldine Weerhaan, die uit de Himalaya's komt en zich inzet voor de wolf daar. Een hele bijzondere wolvensoort. En dan hadden we ook nog Trang Nguyen, die uit Cambodja komt, of uit Vietnam komt en in Cambodja werkt om de illegale handel daar tegen te gaan. En het is fantastisch om elk jaar weer die drie jonge mensen te zien die echt ongelooflijk werk doen. En dit jaar hadden we natuurlijk het geluk dat mevrouw Doutzen Kroes de uitreiking wilde doen. Mevrouw Kroes zet zich heel erg in voor de olifanten. Heeft met haar acties die ze heeft gedaan al meer dan $3 miljoen bij elkaar gehaald voor olifantenbescherming. Dus zij is echt een heel erg toegewijde natuurbeschermster. Ja, en zij is vandaag hier om de prijs te geven aan die drie jonge helden. Want dat zijn het. Het zijn echt mensen die gewoon met gevaar voor eigen leven zorgen dat die natuur beschermd wordt. En daar ben ik heel erg trots op dat ze hier mochten hebben. Het RTV Arnhem jaaroverzicht.